Hallo, hallo en welkom bij mijn piepshow Do It Yourself. Voor alle situaties waarin je alleen bent, maar toch de randjes op wil zoeken. En laat in de comments even weten waar jij een Do It Yourself over wil zien. Vandaag gaan we het hebben over Dirty Talk. Dirty Talk is eigenlijk een soort vorm van voorspel. Je kan het in het echt doen, maar je kan het ook op WhatsApp doen. Je kan het bellen doen, je kan het FaceTimen doen. Je kan het misschien wel met flessenpost aanpakken, weet je. Zolang je met elkaar op een geile, opwindende manier kan praten, spreken we eigenlijk over dirty talk. Ik heb dus een keer vroeger, toen ik nog zo'n skere telefoon had, toen wilde ik sms'en naar 3FM of zo en toen had ik een verkeerd nummer. Ik heb geen idee met wie ik heb lopen sms'en in die tijd, maar volgens mij werkte hij of zij voor een sekstelecombedrijf, omdat ik continu maar weer sms'jes kreeg die op een gegeven moment ook steeds seksueel getinter werden en ik dacht, oh my god, wat is dit voor shit? En ik vond het heel erg spannend en leuk, dus ik ging ook gewoon terug sms'en. Tot ik uuiteindelijk de rekening kreeg van €250 en mijn moeder zei, waar is dit allemaal naartoe gegaan? Maar het was wel leuk, het was mijn allereerste dirty talk ervaring. Ik geef je vandaag 3 tools, zodat jouw dirty talk verbalen wordt dan ooit. Let's go. Als je aan dirty talk wil gaan beginnen, dan kan je dat op WhatsApp doen, maar je kan het ook in een spraakmemo doen, of aan de telefoon, of in real life. Er zijn heel veel verschillende manieren om aan dirty talk te doen. Maar welke vorm je ook kiest, er is 1 gouden regel, namelijk de combinatie tussen een lichaamsdeel en een werkwoord. Als je nog niet zo erg bekend bent met dirty talk, kan het moeilijk zijn om hiermee te beginnen. En dit is een hele chille techniek. Want wat je doet, is je pakt gewoon een lichaamsdeel, nou ja, en je hebt er genoeg. En die koppel je aan het werkwoord waar je zin in hebt. Dus je kan een tepel likken, maar ook knijpen. Een kont likken, knijpen, slaan. Je kan het zo gek niet bedenken. Als het maar een lichaamsdeel gekoppeld is aan een werkwoord. En dat ziet er dan als volgt uit. Zie hier de zin. Ik vind het lekker als je mijn fill in blank, fill in blank. Nek. Kust. Dit kan ook een andere zin zijn, bijvoorbeeld, ik kan niet wachten tot je of mijn. Nou ja, je kan heel creatief natuurlijk omgaan met de werkwoorden en de lichaamsdelen die je aan elkaar koppelt. En als je deze formule in je hoofd houdt, dan komt de dirty talk vanzelf. Niks is te gek. Als jij bijvoorbeeld niet kan wachten tot iemand je teen likt, dan is dat helemaal aan jou. Dirty talk is namelijk ook een hele handige manier om erachter te komen of iemand oké is met jouw seksuele wensen. Heel onschuldig, je kan het gewoon eventjes zo opgooien in een tekstje en dan weet je gelijk of het antwoord is waar jullie allebei op zitten te wachten. Laat in de comments weten waar jij zin in hebt en misschien is je eerste dirty talk match wel gevonden. Hier, bij de piepshow. Als je weet wat je wil zeggen, is het tijd voor stap 2. Het dirty laten klinken, want het gaat er niet alleen om wat je zegt, maar ook hoe je het zegt. Bijvoorbeeld de zin, ik kan niet wachten tot je mijn tepel likt. Ik kan niet wachten tot je mijn tepel likt. Klinkt niet per se gelijk heel erg dirty of sexy of überhaupt geil, maar dat kunnen we veranderen. Let maar op. Ik kan niet wachten tot je mijn tepel likt. Oké, nou dat is niet helemaal de vibe waar ik voor wilde gaan. En je hoeft ook niet verlegen te zijn, hè? Ga een beetje voor jezelf staan. Kom op voor jezelf. Als jij wil dirty talken, moet je ook laten zien dat je het echt wil. Maakt het ook voor je partner makkelijker om ernaar te luisteren. Als je wat, nou ja, dwingender wil ik niet zeggen, maar probeer het eens zo. Ik kan niet wachten tot je mijn tepel likt. Oké, als je telefoon zo praat, dan luister je hier misschien naar, maar dit is ook niet helemaal de vibe die ik bedoelde. Oké. Ik kan niet wachten tot je mijn tepel likt. Oeh. Oké, heel intens. Nee, dit is nog steeds niet helemaal de vibe. Oké, kom op. Ik kan niet wachten tot je mijn tepel likt. Ja. Snap je wat ik bedoel? Op het moment dat je een andere intonatie en toon geeft aan de woorden die je zegt, kan het zo'n ander gevoel met zich meebrengen. Als je het op een hele sexy, geile manier en zelfverzekerd over weet te brengen, dan zul je merken dat het dirty talken ook veel soepeler gaat. Het is eigenlijk een soort rol waar je even in moet kruipen. En het leuke is dat je dit thuis gewoon zelf kan oefenen. Je kan jezelf opnemen met je telefoon bijvoorbeeld. En het is misschien een beetje ongemakkelijk om dit zo alleen op je kamer te gaan doen. Kan je altijd porno aanzetten ter inspiratie. Onthoud wel, porno is nep, het is gespeeld. Dus gebruik het alleen als inspiratie of als leuke achtergrondambiance. I miss the way your hands feel. Oh my god. Dit is hem hoor.
Ik heb een raadsel voor je. Wat is het verschil tussen dit en dit? Helemaal niks eigenlijk, hè? Nee. Behalve dan dat ik nu in het donker sta in plaats van in het licht. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat mensen in het donker eerder hun grenzen verleggen. En misschien heb je dit wel gemerkt. Als je bijvoorbeeld in eindeloze diepe gesprekken over gevoelens belandt, is dat vaak na 11 uur 's avonds. Op de een of andere manier durven we meer van onszelf weg te geven wanneer het donker is. En voor Dirty Talk is dit niet anders. Vind je het bijvoorbeeld spannend om hier aan te beginnen? Of is het toch lastig om in de flow te komen? Probeer het dan gewoon eens een keer 's avonds. Onder de dekens, lekker veilig. Een appje sturen of een voice memo inspreken of iemand bellen. Maar het allerbelangrijkste is dat jij het doet wanneer jij er zin in hebt. Het enige wat jij nog even moet onthouden is dat ik echt super veel zin heb op te vreten. En lik dan ook gelijk eventjes langs. En vergeet niet deze gratis video's te supporten door te abonneren. Anders met een hele. Oké, zie je later.